De kinderen van Nancy Kids Care Instituut, NKC, hebben vanmorgen de senioren burgers van Huize Asiana verrast met fruit en levensmiddelen. NKC is een instituut dat kinderen met een beperking opvangt. Het kinderdagverblijf wilde graag iets doen in verband met Moederdag. De leiding stimuleert de kinderen om mee te leven met anderen en daarom is ervoor gekozen om de oudjes van Huize Asiana te verwennen. Volgens Nancy Natuni, directeur van NKC, doet het instituut samen met de pupillen vaak mee aan buitenschoolse activiteiten. Ondanks de moeilijke situatie willen wij ook de minder bedeelden gedenken, zegt Natuni. Wij zitten ook in een moeilijke situatie. Wij doen alles zelfs, maar dat geeft niet weg dat wij van het NKC-instituut niet anderen gedenken. En dat heeft het NKC-instituut vandaag bewezen, op Moederdag, in verband met Moederdag, ook Huize Asiana te gedenken. En dat hebben wij gedaan namens alle kinderen van het NKC-instituut. De leerkrachten, ook de ouders hebben meegewerkt en we zijn een ieder dankbaar hiervoor. En we gaan verder. Volgens Aida Rivos, onderdirecteur van NKC, probeert de leiding van het instituut de kinderen met verschillende activiteiten mee te laten doen. Moederdag was daar één van, maar er zijn nog meer projecten en activiteiten waaraan de kinderen zullen participeren, zegt Rivos. We hebben in feite heel veel activiteiten gepland. Eén daarvan is bijvoorbeeld met 1 juli, willen we de kinderen overbrengen naar het museum. We hebben al reeds de markt achter de rug, waar we de kinderen dus in feite klaarstomen voor de maatschappij. Laten zien wat ze kunnen verwachten. Maar er zijn echt heel veel activiteiten. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Maar we gaan dus nu in verband eerst met vaderdag natuurlijk, gaan we iets doen met de vaders. En daarna met de individuen gaan we dus de kinderen hun cultureel erfgoed bijbrengen. Dat was Aida Rivos, onderdirecteur van het Nancy Kids Care Instituut, vanmorgen bij de overhandiging van fruit en levensmiddelen aan de senioren burgers van Huize Asiana.